We beginnen eerst. Hoe ging de Pan Am voor u? Gisteren kwalificatie voor de Olympische Spelen, maar hoe ging de Pan Am tot nu toe? Wisselend. Ik denk dat ik heel sterk was begonnen. Toen een hele lastige tweede dag heb gehad. En toen dag voor dag terug moeten vechten. En uiteindelijk heel mooi afgesloten. En daar wel heel tevreden mee. Maar door die tweede dag net niet de medal race gehaald. Maar wel een hele mooie prestatie neergezet. De tweede dag, vertel ons een beetje over die tweede dag. Hoe ging het mis zo? Ja, wat het rare is in zeilen is van je kan soms niet het beste resultaat neerzetten, maar wel een goede race gevaren hebben. Omdat we zo afhankelijk zijn van de omstandigheden. En hier hebben we best wel veel last van zeewier gehad. En toen zat mijn roer en mijn zwaard zat vast in het zeewier. En dat heeft me best wel veel punten gekost. En dus er ging best wel veel goed. De starts gingen goed. En daarna was het terugkomen van die mindere resultaten. Elke dag dezelfde koers of andere? We hebben elke dag dezelfde koers gehad, maar hele verschillende omstandigheden. Okay. Dus we hebben swell gehad, dus grote golven van 4 meter hoog. Wow. Echt heel hoog, dus de hele boot verdwijnt, dat zie je niet op de camera. En ook bijna vlak water. Dus we hebben echt van alles gehad, dus je voer wel op dezelfde koers, maar toch was het helemaal anders. Strategisch met coach Yuri, hoe ging dat? Ja, goed. Het is ook altijd kijken van hoe reageert een coach als de echte pressure on is. En zo'n beetje het hoogste niveau wat er is, is hier op de Olympische Spelen na. En ook wanneer het telt, weet je, wanneer het echt belangrijk is, wanneer Olympische kwalificatieplekken op het spel staan, ja, blijft de coach ook rustig. En ik denk dat de coach dat wel heel goed heeft gedaan. Gewoon blijven zeggen, vertrouwen hebben in wat goed gaat. Kleine dingetjes aanpassen, maar niet alles omgooien. Dus ook na die slechte dag, dat we niet in paniek zijn geraakt. En gewoon door zijn gegaan met de dingen die goed gingen. En dat is wel heel knap, ook van de coach. Dat hij rustig blijft en niet heel boos wordt. Dat is echt knap. Ja. Gisteren, Olympische kwalificatie. Een droom voor u? Ja, ik denk dat als je als jong kind begint met zeilen, droomt iedereen daarvan. Weet je, het is het hoogst haalbare. Je werkt er zoveel jaar voor. Het kan dan alsnog allemaal mislukken. En wat ik toen voelde, toen ik over de finish kwam, was opluchting. Opluchting van al die jaren hard werken is het waard en het is gelukt. En dat is vooral opluchting. En daarna komt ook wel blijdschap. Weet je, dan ben je echt trots en blij. En dan weet je ook wat het is dat je grote landen zoals Amerika en Canada verslagen hebt in de strijd om die kwalificatie. En dan is het ook wel echt trots. Maar op het moment dat ik toen die finish overkwam, was voornamelijk opluchting van ja, het is gelukt. Wat is het gevoel om Filipijn hier, Cor, je vader, een Olympische familie, om Odile ook gaan naar de Parijs? Ja, dat is denk ik heel speciaal. En dat was voor mij deze week ook wel fijn. Dat je toch iets vertrouwds dichtbij je hier hebt. En ik denk wel heel bijzonder dat er dus nu de vierde in de familie die naar de Spelen gaat. Het is ook wel echt wel een team effort geweest. Je overlegt heel vaak dingen met elkaar. En als op een gegeven moment, het is een lang traject. En soms moet je moeilijke keuzes maken. Ga je met een coach door of niet? Allemaal van dat soort dingen. En ja, daarbij heeft mijn familie wel heel erg veel geholpen. En ik ben nu ook heel blij dat ik nu met Yuri werk. En dat gewoon op de lange termijn zo door kan. En dat je een coach hebt die dedicated is aan jou. En daar ben ik hem ook wel heel dankbaar voor. Want hij heeft ook zijn baan die hij toen had opzij gezet om met mij aan de slag te gaan. Dat is wel heel speciaal dat je zoveel support van je familie kan hebben. En ook die echt begrijpen wat er in je omgaat. Wat voor soort druk je voelt. Wat er allemaal in je omgaat. En dat is wel heel bijzonder. Daar heb ik ook wel heel veel aan gehad. En het is ook wel
bijzonder in onze familie. Of het niet alleen om het zeilen gaat, of soms ook met andere dingen. Als iemand een droom heeft, dan gaat iedereen erachter staan. En dan helpt iedereen elkaar om dat waar te maken. En nu is dat voor mij is dat gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Dankbaar met Aruba en ook comité. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ik ben natuurlijk op Curaçao geboren en niet in Aruba. En ik ben heel dankbaar dat Aruba mij zo heeft opgenomen. En dat ik ook veel, ik ben ook op Aruba geweest, ook om te trainen in de gym daar. En heb alle mensen ontmoet. En ja, het voelt heel warm. Als ik elke keer, nu CSC Games of Odesuur, het voelt echt als een familie. Je merkt dat mensen je binnen het COA, dat ze je het gunnen. Dat op het moment dat je het goed doet, dat ze het gunnen. En ook als het minder gaat, dat je daar met hen over kan hebben. Dus dat is heel bijzonder. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik ben nu ook wel gewoon heel excited van dat ik nu echt naar Parijs en voor ons dan Marseille toe kunnen werken. En dat we samen daar gewoon een geweldige prestatie neer kunnen gaan zetten. En let's see what's possible. Als dit dat dit gelukt is, dan laten we zien wat we daar allemaal kunnen bereiken. Dank man, gefeliciteerd. Dank je, ja.